Een hele goede morgen. Oh, wat ben ik toch knap, hè? Ja, het zit weer geweldig. Nou, dat tezijde. Jordi is ziek thuis. Ik heb wel die andere twee blagen naar school. Daarna ben ik gauw naar de winkel gegaan. Heb ik dingetjes gehaald voor Jordi. Om Jordi makkelijker overal doorheen te helpen. Ik heb zelfs rijst en vla gekocht. Kijk of je dat lekker vindt. Want rijst is altijd rustgevend voor de buik. Jordi vindt rijst lekker. Dus ik heb ook potjes gekocht. Deze. Als Jordi ziek is en hij krijgt zo'n potje, verwerkt hij dat iets makkelijker. Als dat ik het zeg maar ga koken, et cetera. Dat is gewoon beter voor hem. Niet dat ik hem altijd aan de potjes heb of wat dan ook. Maar om hem even te helpen. Dat. Had ik al gezegd, welkom bij een nieuwe Ups and Down. Geen idee. Maar bij deze, welkom bij een nieuwe Ups and Down. Mijn hoofd gaat alle kanten uit. De reden is, dinsdag wordt Jordi opgenomen voor Botox. En ik moet hem gewoon goed hebben daarvoor. Dus op het moment dat jullie dit zien, heeft hij al Botox gehad natuurlijk. Maar dat speelt nu. En hij heeft buikpijn, kijk maar. Hij hangt op de bank. Juf Roos op twee beeldschermen. Dus hij kan zijn lol op. Ik ga zo wel heel even fruit aan hem geven. Dat krijgt hij ook in een potje. Want wat er gisteren uit is gekomen bij hem, dat is niet grappig. Dus ik wil dat hij iets makkelijks verteerbaar heeft. Dus dat doe ik door middel van potjes. Ik heb even niet meer gefilmd. Maar we hebben de gebroeders Etter opgehaald. En ze waren heel erg lief. Ze hebben slaapnog. Jordi slaapt nog. Mama kan ook wel een tukkie gebruiken. Maar ja, hè. Het is zoals het is. Liam die slaapt niet. Liam heeft niet geslapen. Dus ik ben benieuwd wat er vandaan komt. Nou, we gaan gewoon zien hoe het loopt. En weet je, wij zijn vandaag 11 jaar getrouwd. Ik en Niels. Niet ik en Liam, maar ik en Niels zijn 11 jaar getrouwd. Dus ja, klein weetje. Een hele goede morgen. Het lijkt weer een beetje beter te gaan met Jordi. Wij zijn gisteravond nog met Jordi bezig geweest. Met helpen, et cetera. Dus dat is wat we aan het doen zijn geweest gisteravond. Waar ik ook mee bezig ben geweest is Halloween maken. Yay! Dus ik heb mijn skeletje weer staan. Ik heb mijn schoonmoeder weer uit de kast getrokken. Is een grapje, meen ik niet serieus. Ik heb weer pompoentjes staan. Dus ik heb van alles gedaan gisteravond, opgeruimd. Nou, ga zo maar door. Dus dat is wat ik gisteravond allemaal gedaan heb. Niels die is nu eventjes bossenbollen halen. Want morgen gaan wij richting Twente. En met bossenbollen bedoel ik er twee. Want het kindje van een vriendin van ons die heeft gluten. Dus, of ja, heeft nog niet officieel gluten. Maar dat de kans dat ze erin, dat ze het heeft, is heel erg groot. Dus ze zijn nu nog van alles met wel gluten wat ze nog mag. Zijn ze dus aan het proberen. En ze had nog nooit een bossenbol gehad. Dus Niels is twee bossenbollen halen voor het jong. En ja, dat ze in ieder geval dat ooit nog geproefd heeft. Dus ja, dat. Dus dat is die halen. Daarna gaat hij werken. En dan ben ik alleen met de kindjes. En op het moment dat hij thuis is, kan ik dingetjes gaan doen. Naar de winkel, boodschappen doen, de was doen, van alles doen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat de situatie is. Oh, wil ik trouwens wel eventjes wat uitleg geven. Over het kindje met gluten. Die had gewoon een veel te hoge gluten score. En er is met de kinderarts ook afgesproken dat ze gewoon nog lekker even moet genieten. Totdat er een officiële uitslag is. En die komt als goed is van de week. Dus ja. Voor het geval dat jullie het nog niet hadden gezien. Ik heb bloemen gekregen van Niels. Ik ga ze nog één keer laten zien. Als ik ze al heb laten zien. En anders zien jullie ze natuurlijk dubbel. Mag ook wel een keer, hè. Doen we dat. Ik ga jullie laten zien.
Deze bloemetjes heb ik van Niels gekregen. Hier zitten 11 roosjes in. En deze heb ik van mijn moeder gekregen. Met een kaartje. En nee, mijn ouders zijn niet langs geweest. Die hebben dit opgestuurd. Een tijdje geleden is een vriendin van mij hier op bezoek geweest. En toen heeft ze al mijn ogen geplakt. Nou gaan we morgen met de hele Bambix-bende, et cetera, gaan wij naar haar toe. Dat is ergens in Twente. En ik heb met een vriendin afgesproken dat we post-its gaan plakken. Ja, ik heb al deze helemaal geschreven. Ik moet er nog een paar. Ik en een vriendin van mij zijn quotes aan bedenken. Niels helpt ondertussen mee. Daar zijn we ondertussen mee bezig. Kindjes liggen nu op bed. Ik heb vandaag best wel veel gedaan. Ik heb heel veel was opgevouwen. En Niels is bij de kinderen op een gegeven moment geweest toen hij thuis was. En ik heb boodschapjes gedaan. En nu gaan we even opruimen. En zorgen dat de boel netjes is. En dan ga ik spullen pakken voor morgen. En dan ondertussen verder schrijven en bankzaken doen, denk ik. Nou, ik heb hier gepoetst. Ik wou spullen klaarzetten, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Wat ik wel heb gedaan, is deze volgeschreven voor die vriendin. Dus morgen kunnen we gaan plakken. Jee. En die scheet staat erop, Niels. Jee. We hebben er een scheet bij. Prima. Ik heb straks ben ik even gauw bij de Action naar binnen gerend. Want ik wilde dus die post-its halen. Toen liep ik langs het snoeprek. Zo slecht om daar langs te lopen. Maar goed, hè. Ik heb iets gevonden wat ik ga proberen. Dit zijn Skittles Chewies. No shell. Dit zijn de gewone Skittles. Ik ken hem allemaal wel. Dit zijn de Skittles zonder hard ding, weet ik het. Ze zien er... Oh, dan pak ik alleen maar paarse. Dat is ook niet de bedoeling. Ze zien er zo uit. Zo. Je hebt ze ook nog in het groen, et cetera. Maar ze zien er wat doffer uit. Ze hebben geen... buitenkant, zoals ik al zei. Nou, laat ik het eens gaan proberen. Ik vind altijd de lekkerste, vind ik altijd de rode en de groene. Ik wil eigenlijk gewoon van allemaal eentje proberen. Deze. Volgens mij zijn er toch 5 soorten. Ja. We gaan het gewoon proberen. Ja. Beetje zuur. Maar vind ik die gele toch altijd al. Maar ze smaken wel als gewoon de echte Skittles. Maar niet als dat krokant dingetje. Ik had eerst die gele. Nu heb ik die paarse. Smaakt ook zo. Ja. De oranjesse. Ik zou altijd oranje zijn. Die vind ik iets intenser smaken. Nou, mijn lievelings. Ja. De rode. Heb jij sleutel nog? Smaakt precies zo. Ik vind ze lekker. Begrijp me niet verkeerd. Zou ik er nog een keer kopen? Nee. Het is de zuurigheid. De originele Skittles zijn toch beter. Maar dat komt omdat ik deze gewend ben. Had ik deze ooit als eerste geproefd. Misschien, hè. Maar dat knappige randje, dat zijn de Skittles. Ja. Het is wel lekker.
Dan wel, ze proeven ook echt zo. Maar. Het is niet zo dat ik zou zeggen van, ik koop hem weer. Dat zou ik niet doen. De gewone Skittles koop ik wel zo weer. Ik vind die altijd lekker. Deze eten we wel degelijk op, hoor, daar niet van. Maar als ik echt moet kiezen, doe mij maar de gewone Skittles. Maar, betekent niet dat ze niet lekker zijn of hetzelfde smaken. Alleen de sensatie van dat knapperige randje, et cetera. Ja, die heb je nu niet. Wat we nu gaan doen is, Niels gaat nog heel eventjes wat vuil wegbrengen. En dan gaan we lekker naar bed. Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg. Jordi, Liam en Sam zijn vastgeketend. We gaan nu even naar de Lidl wat broodjes halen voor onderweg. En dan gaan we richting het mooie Twente. Ja. En toen waren we alweer thuis. Ja. Korte uitleg. We hebben alles weer binnen staan. We hebben een hele leuke, gezellige dag gehad. Liam en Sam, die zijn momenteel wakker. Jordi ligt op bed, want die sliep dus nog. Dus die hebben we gewoon gelijk in bed gelegd. Niels even de auto parkeren, want we moesten spullen eruit halen. En ja, in de volgende ding heb ik al een heel eind van alles weer gedaan. Nou, ik heb even wat anders aan gedaan. Ik ga nu even spulletjes opruimen en dan ga ik even editen. Liam is nog steeds wakker. Sam ligt inmiddels al op bed. Ik had een echt boslekkernij meegebracht. Bosbol. Voor Jinte, de dochter van de Grendelons. En nou had Inge, want zo heet die vriendin van mij, die had dit. En dat is echt een, zeg maar, een lekkernij uit hun streek. Mocht je uit de streek van Twente komen en je kent dit, laat even weten. Ik ben benieuwd. Maar wat is dit eigenlijk? Je moet het eigenlijk zien. Het is een chocoladeachtig iets. En het is heel erg bros. Het is heel erg luchtig. Zo lekker. Ik word hier heel gelukkig van. Dus die had ze voor ons gehaald. Super lekker. Liam, die is trouwens naar de brandweer geweest. Want de man van Inge is brandweerman. En Liam vindt het helemaal geweldig, brandweerauto's en alles. Dus daar zijn ze heen geweest. Hier een klein filmpje van wat een brandweerwagen doet. Jullie weten het wel, maar toch, hier een filmpje. Leuk was dat, hè? Ik hoop niet dat iedereen oortjes in had, maar hè, verrassingseffect, laten we het zo noemen. Ik ga deze opeten en tevens ga ik deze upsen dan ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!